je kijkt naar Business as Usual. Naast mij staat Vrouwtje en we gaan vandaag even een gesprek hebben over hoe Vrouwtje doet in de wereld. Want je bent een soort van wereldwijd aan het gaan tegenwoordig. Want we kennen je wel van Sixpack en al je gekke avonturen door alle nachtelijke hotels en alles. Maar wat ga je doen in de wereld tegenwoordig? Wat heftig als je dat zo zegt. Het klinkt wat heel ga ik heftig, doen in de wereld? Maar ik ben momenteel een reisprogramma aan het maken voor Link. Ja. Yeah. En ik ga 4 landen bezoeken. Ik ben net in Suriname geweest en in Iran. Okay. En ik ga nog naar India en Brazilië. Okay, wat gaaf. Dus ja, heel leuk. En heb je ook zelf die reizen uitgezocht, de landen waar je heen gaat? Of is het echt via Link dat zij een soort programma hebben gemaakt voor jou en hebben bepaald dat je daar de dingen gaat zoeken? Suriname heb ik wel, zeg maar in samenwerking met de redactie, nog bedacht. Mm-hmm. Ik deed het programma met een jongen, Johan. En hij gaat ook naar 4 landen toe. Ja. Yeah. En we hebben een beetje zitten kijken van, oké, wat is dan leuk voor vrouw, wat is leuk voor Johan. En yeah. Ja, voor meisje is Iran net iets te heftig misschien. Ja, nee, ik ben juist wel gegaan. Dat is wel leuk. Dan kan ik eens kijken hoe vrouwen het daar hebben. Ja, inderdaad. En ben je echt geconfronteerd met het vrouwelijke daar, dat je een soort van als minder waardig wordt gezien? Nou ja, als vrouw moet je daar natuurlijk gewoon een hoofddoek op. Ja. Yeah. En ik dacht, tot en met, zeg maar, je armen helemaal bedekt, benen bedekt, hoofddoek op, dan is het goed. Maar dat was niet zo. Dus je moet ook nog een soort gewaad eroverheen, zodat je absoluut geen billen en borsten... Dus je en dat die hele vrouwelijke vormen vallen gewoon weg in een soort van jute zak idee. Ja. En, maar je hoeft er niet helemaal zo burka-stijl... Nee. Man, die meisjes die hebben zeg maar allemaal hier zo ongeveer dat hoofddoekje. Dat doekje zit, zodat je nog wel de voorkant van je haar ziet. Okay. Ja. Want dat is eigenlijk wat de mannen daar niet willen, dat de hoofddoek alle vrouwelijke. Ja, het is niet helemaal waar dat die. Bedenkt. Kijk, die mannen die willen dat natuurlijk wel heel graag zien. Die mannen, het is ook zielig voor mannen dat die vrouwen er zo bij moeten lopen. Maar ik als ik daar man zou zijn, dan zit je toch de hele dag te denken van, oh, hoe zou het eruit zien? Ja. De religieuze leider. En wat zijn nou je mooiste ervaringen die je dan in Suriname bijvoorbeeld hebt meegemaakt? Dat je echt dacht van, nou, dat was echt top in Suriname. Ik vond heel veel dingen... Ja, dat klinkt ook zo stom. Ik vond heel veel dingen leuk. Maar wat ik heel leuk vond, was op een gegeven moment waren we in de Amazone. Mm-hmm. En ik had een soort gesprek gehad, 's nachts met een man. En het was een heel boeiend gesprek. En toen liep ik nog een beetje zo. Ik kon niet slapen. Toen was ik in mijn eentje, 4 uur 's nachts. Liep ik een beetje door die Amazone heen. En toen kwam ik een gozer tegen. En ik vond hem zo bijzonder, want hij zag alles in het donker. En ik zag niks. Ja. En dan rookte hij ineens een slang en dan pakte hij hem zo voor me. En dan keek hij zo en dan ging hij heel goed luisteren en dan had hij ineens weer een kikker in zijn hand. En jeetje. Ik vond dat heel bijzonder, zeg maar. Dat, maar had je niet een soort van gevoel van angst dat je zomaar bij een wildvreemde ergens midden in de nacht, 4 uur 's nachts, door de Amazone slangen en kikkers aan het vangen? Nee. Hij hoorde ook, zeg maar, bij... Je reisteam. Ja, okay. Maar hij was er 2 dagen bij en hij had ook geen slaap. Dus hij kwam hem gewoon daar weer tegen. Dus jullie zijn wel met een soort van team gegaan daar. Niet dat je echt zo hebt gezegd, ik pak mijn koffers en ik ga in mijn eentje. En ik zie wel wat ik tegenkom daar in Suriname. Nou, we zijn op zich zijn we een klein groepje gegaan met een cameraman en een regisseur. Mm-hmm. En we hadden daar nog iemand die ons een beetje hielp. Ja, een soort van local groepje. Een beetje de wist. En hoe kijk je daarna naartoe naar je India-trip? Want ik wil zelf heel graag naar India. Ik heb namelijk vorige week besloten dat ik gewoon minstens een half jaar, volgend jaar naar India wil gaan. Ja, ik ga 2 weken en ik denk ook echt dat het te kort is. Ja, ik zit al van, ik wil heel graag langer blijven. Ja. Ik heb heel veel zin in. En krijg je ook een bepaalde opdracht van tevoren? Dat ze zeggen van, nou, je moet echt dat gaan bezoeken. Of je gaat deze opdracht vervullen daar, want dat is heel speciaal land. Ik probeer me wel een beetje voor te bereiden. En ook gewoon de dingen die ik interessant vind om daar iets mee te doen in een land. Ja. En wat vind jij dan zoal interessant? In India? Ja. Nou, in India heb je natuurlijk heel erg dat leven en dood heel erg naast elkaar bestaat. Ja. Dus daar wil ik absoluut iets mee gaan doen. Want dat is ook zo dat ze, als ze een iemand overlijdt, dat ze een soort van feest vieren in plaats van rouwen. Of is dat niet in India het geval? Nou ja, ze steken in ieder geval iemand in de hands waar iedereen bij staat. Oké, een soort van vuurwerk. Maar goed, anders. Ja. En dan gaat hij de gangen zien. Ja. Als je zeg maar
qua kastensysteem. En denk je ook nog dat je een tripje in de gangers gaat maken of sla je dat over? Nou, een van mijn beste vriendinnetjes, zij zwom elke dag in de gangers. Die heeft een half jaar in India gezeten. Oh, oké. Okay. Omdat dat zogenaamd goed is voor je karma. Maar toen kwam ze terug. Voor je gezondheid. Ja, toen kwam ze terug en zat ze altijd van, vrouw, wat heb ik hier toch? Toen moest ik er elke dag naar kijken. Ik zei, ja, een van de ranzige puist, weet ik veel. En toen op een gegeven moment toen kwamen er beesten uit. Dus toen dacht ik, nou, doe maar even niet. Dus die gangers, die... Ja, maar dat is natuurlijk, die mensen die doen het allemaal vanuit geloofsovertuiging. En die hebben echt geen idee wat voor beesten en bacillen en weet ik veel wat er in die rivier rondzwemmen natuurlijk. Kijk, dat je ja, ze hebben gewoon geen douche. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dus dat is gewoon wel zo natuurlijk. Dan moet je daar gewoon wassen. Al die verbrande lichamen liggen ook. Die liggen ja, daarom. Ja. Je bent, in principe ben je gewoon een soort van vloeibaar kerkhof door aan het zwemmen natuurlijk. En je hebt mensen die natuurlijk elke dag een glaasje gangerswater naar binnen werken. Nou, dat hoop ik niet. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, maar op zich als westerling word je daar meestal meteen ziek. Ja. Dus dat hoor je altijd. Je woont zelf in Amsterdam, of niet? Oké, okay. En bevalt het je hier ook? Of heb je zoiets van, ik ben blij dat ik gewoon naar het buitenland ga, dat ik even een tijdje weg ben uit Amsterdam? Of ga je het wel missen, denk je? Nou, ik vind Amsterdam heel leuk. Ja? Ja, dus ik ben altijd gelukkig blij als ik weer... Als ik thuis ben, vind ik het hier ook heel leuk. Ja. Maar ik moet niet te lang hier zijn, want dan heb ik altijd al wel weer zin om weg te gaan. Ja. Dat is het. En geniet je een beetje van het feestleven in Amsterdam? Want we hebben afgelopen week allemaal mensen gehad over het uitgaansleven. En er waren hele verschillende meningen over. De ene konden zich helemaal niet meer vinden hier. En de andere zeggen gewoon, je moet gewoon zoeken en dan heb je echt de perfecte plek. Want ik heb het prima naar mijn zin. Maar hoe zit dat bij jou? Nou, ik kom net uit Iran en daar heb je sowieso geen cafés en discotheken. Nee, dan moet je dus met je broek uitjagen en limonade. Ja, oké. Okay. Dus ja, er is hier natuurlijk wel gewoon heel veel. En ja, ik heb geen gebrek aan leuke feestjes. Nee, en wat voor feesten zoek je dan zo op? Nou, de grote feesten die sla ik meestal wel over, maar van die kleine leuke festivalletjes vind ik heel leuk. Ja, ja. Met mijn vrienden vind ik sowieso ook leuk, dus dan maakt het niet zo heel veel uit waar we zitten. Ik vind wel, zeg maar, dat het, qua sluitingstijden en qua beleid, qua uitgaansbeleid, mag Amsterdam wel weer een beetje veranderen. Ja. Rotterdam gaat het beter, geloof ik. En... Oh, je bent een soort van Rotterdam-fan. Nee, eigenlijk niet. Okay. Maar ik... Nee, ik ja, nee, ja, Link zit in Rotterdam, dus ik zal er nu wel vaker zijn. Ja. Maar... Dus ik krijg een beetje beïnvloed zo van. En dan hoor je ook van mensen uit Amsterdam van, wij zijn leuker en beter. Of valt dat wel mee dan Amsterdam? Ja, Amsterdammers zijn natuurlijk arrogant. Ja, dat heb ik ook wel gehoord. Volgens mij wel. Kom jij niet uit Amsterdam? Nee, ik woon sinds een half jaar in Amsterdam, dus ik ben nog een beetje... Nou, wat vind je? Vind je Amsterdammers arrogant? Ze hebben wel zoiets. Ze hebben natuurlijk wel de mentaliteit van, in Amsterdam gebeurt het. En er gebeurt uiteindelijk niet zo heel veel. Maar ze hebben wel de attitude van... Omdat iedereen weet dat het in Amsterdam gebeurt. En ja. dan krijg je wel inderdaad die houding daarvan. Maar wat ik me nog afvroeg, in Suriname, hoe wordt daar gefeest? Is dat een leuk uitgaanscircuit of is het gewoon echt een beetje samba de hele dag en salsa en weet ik wel? Alleen maar lekkere gozers. Grote Surinamers. Ja, een beetje wat je je erbij voorstelt natuurlijk. Nee, ja, je hebt daar wel een aantal leuke discotheken en er zijn heel veel jonge mensen. Ja, dat is heel gewoon aanrader echt. Ja. Ja, okay. En dat is heel dat ook weer, dat reggaeton, dat is daar helemaal... Ja, inderdaad, flink met helemaal. De kont schudden en zo, alle flexibele dames die komen uit de kast. Nou, we gaan al jouw avonturen sowieso zien op Link dan, denk ik. En nou, dat was het voor vandaag dan weer met Vrouwtje. En dit was Business as Usual.